Deze nieuwsuitzending is actueel en humoristisch en gaat over interraciale huwelijken. Ik wil het er juist vanavond over hebben, omdat ik voor 2 dagen geleden, en dat is de actualiteit, van mijn vriend Wim te horen kreeg dat hij het helemaal had gehad met de promotie van interraciale huwelijken. Hij kwam met de statistiek dat 97% van de huwelijken tussen een blanke vrouw en een donkere man, dat het gezin eindigde ver onder de armoedegrens. Dus ben jij, even grof te zeggen, ben jij een blonde bitch en je laat jezelf zwanger maken door een neger, de kans dat jij op de armoedegrens belandt of daaronder, die gaat tegen de 100%. En dan kan je tegen inbrengen dat je zegt van ja, maar Perry, het is toch zo dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Ja, maar dit zijn resultaten uit het verleden die geen garantie bieden. You get. Niet geboden hebben. Ja, als je, stel jij bent gokverslaafd. Aan de paarden rennen. En er is een paard en het verliest altijd. En elke keer denk jij van ja, maar de odds are, ja, die zijn best wel interessant. Ik gooi er weer $100 tegenaan. Want dan kreeg ik namelijk $100.000 als dit slechte paard wint. En ik ga er voor de hoofdprijs. Ja, het punt is, als een paard alsmaar verliest, waarom zou het die ene keer winnen? Dat doet een gokker niet. Ook bij het schaken. Dus ik was met mijn dochter aan het schaken. En die vindt het dan leuk. Even spelletje spelen met papa. En ze weet hoe ze de stukken moet schuiven. Dus dat is prima. En als ze het niet weet, vraagt ze het even. Want pap, mag ik nog rokeren? Ik zeg, ja kind, je mag nog rokeren. Ze heeft nog een keertje van mij gewonnen ook. Ja, toen kreeg ze wel hulp. Dus het was een beetje 2-1. Maar ik vond het wel leuk dat zij won. En dit zou ook een keer schaken. Hopelijk op een dag. En dan was ik met haar alleen aan het schaken. Want we zaten in de trein. Helemaal van Amsterdam naar Arnhem. Zo boring. Ik zei, kom, ga een potje schaken. En toen opende ze met, zij mocht wit. En ze deed A2, A4. Dat betekent de pion aan de linkerkant. A1, daar staat je toren. En A2, dat is de pion die ervoor staat. En die ga je 2 plekken vooruit schrijven. Dat is A2, A4. Als zij denkt, ik ram die toren eruit. Heb ik mooi ruimte voor mijn toren? En dat komt wel goed. En toen dacht ik even, oh nee. Dat is gokken op het verkeerde paard. Er is een opening en die heet A2, A3. Daar zit humor in. De man die dat verzonnen heeft, dat heet de Huppeltje Pup opening. Ja, er zit een heel verhaal achter. Dus alleen maar een eerste stapje. Dat die tegenstander denkt van, oh, mijn tegenstander is een homo. Die snapt niks. Ik voel me nu helemaal veilig en thuis. Dan gaat die tegenstander maffe dingen doen. Maar die grootmeesters, die nemen geen risico's. Die zijn er voor de humor. Maar ga jij jezelf zwanger laten maken door een neger? Ja. Een ex van me. Ik ga gewoon wat voorbeelden noemen. Want uit de statistiek, ze hebben dus daadwerkelijk, zijn ze mensen gaan enquêteren.
A-select selecteren. Want je kan niet de halve wereldbevolking gaan lopen opbellen. Dus er wordt een groepje geselecteerd, A-select. En die worden dan allemaal gebeld. En daaruit bleek met een hele behoorlijke nauwkeurigheid. Want het, ja, dat van de 100 geënquêteerden, daar waren er 3 blanke vrouwen die zeiden van, nou, het gaat hartstikke goed. Ze is het prima. Hij ligt goed in mijn familie. Hij doet alles voor me. Hij gaat 's morgens vroeg de deur uit. Hij brengt wat centen binnen. Ja, me happy. Hoezo vraag je dit? Ja, dat is 3%. Ja, ik ken ze niet, by the way. Nou, dat is niet helemaal waar. Een vriend van mij, die heeft een vrouw, maar die hebben geen kinderen. Dat is bewust, want hij heeft een erfelijke ziekte. Dus hij wil ook helemaal geen kinderen. De kans dat zijn kinderen die ziekte ook krijgen is 100%. En hij neemt geen risico's. Een hele goede vriend van mij. Daar ben ik mee op vakantie geweest. De Ardennen. Maar hij heeft een buitenlandse vrouw. Die komt uit Lima of zo. Hele mooie vrouw. Die kan prachtig zingen. Dat is een uitstekende samenwerking. Hij is ook een hele lieve man. Dat moet ik wel zeggen. Heeft ze goed getroffen. Die is dan oké. Maar er komen geen kinderen van. Dus dat is een eindpunt. Hè. En dat kon ook helemaal niet. Dat wilde hij niet. Nee, van niet. Ja, misschien dat ik die op een half moet zetten. Zo. Enigszins gelukt, maar geen kinderen. Ik heb hem nog gezien en zijn vrouw, nog niet te lang geleden hoor, 6 maanden of zo. Heel leuk, zij ook helemaal blij, hij ook. Die zijn al jaren bij elkaar. Ze maken samen muziek, ja, maar dat scheelt een hoop. Zo'n man en een vrouw die iets samen doen. In plaats van samen naar de tv kijken, want dan kijken we dezelfde kant op. En dan doen we dat wat Saint-Exupéry heeft aanbevolen. Aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre. Aimer, c'est regarder une même direction. Ja, mijn Frans is een beetje verhouterd de laatste tijd, want ik verblijf in een gebied waar men geen Frans spreekt. Godzijdank. Humoristisch gaat het hoor. Maar dat was wel een goed voorbeeld, ja. Het andere voorbeeld, er is een jongen die kan ook heel mooi gitaar spelen. Een lange man met lange haren, echt een woeste kerel, maar niet heus. En die had een vrouw ontmoet. En die had een kind van een neger. En die was in de steek gelaten. Nou, dat lijkt mij niks eigenlijk. Hè? Jij als lekkere blond... Wat een heel mooi vrouwtje. Echt zo'n lekker blond vrouwtje. Die denkt van, wow, ben jij een mooi blond vrouwtje, zeg. Nou, die had zich laten wipperen door een neger. Ja. En die zat op een halve bijstandsuitkering te kauwen. Met een kind. En dat was ja, allemaal kroeshaar en ja, een ongelooflijk negervrouwtje. En die kerel is pleiten. Ja? En zij zat toen in een souterrain. Met dat negerkind. Ja, om het maar humoristisch te zeggen, dat negerkind, dat kreeg dus geen zonlicht. En dan maar hopen dat het blank wordt. Nee, natuurlijk wordt het niet blank. Het blijft gewoon een negerkind. En dat die vrouw die daar verantwoordelijk voor was, die kon die... Ja, waar is die kerel? En toen heeft mijn vriend de verkeerde moeite genomen om zich te gaan ontfermen over haar en haar negerkind. En heeft ze die vriend de deur uitgedonderd.
Jezus mijn Christus. Het was ook dom van die man om zich te gaan ontfermen over een kind van een ander, want dat moet een man niet doen. Dat doet jeugdzorg maar. Ja? Ja, maar bij jeugdzorg dan worden de kinderen 70% meer seksueel misbruikt dan in de ouderlijke situatie. Ja, precies. Een goede reden om goed na te denken als vrouw dat jij je zwanger laat maken door een man die er is in een rolstoel als jij 76 bent. En dat de kleinkinderen langskomen en dan hebben zij die kleinkinderen hebben een appeltaart meegenomen. En we gaan naar het park met opa. Dat is een jouw man. Dus denk goed na voordat je denkt dat je je zwanger laten mag, kan. Dat lijkt mij een beetje Duits, maar het rijmt dan tenminste. Serieus hoor. Een andere geval, dat betreft een barhouder, een barkeeper. Ontzettend leuk, als zij achter de bar staat, dan denk ik van, wow, hallo. Zij is Duits van afkomst. Zij werkt achter de bar en hij heeft een uitkering, denk ik. Hij is niet hersenbreinchirurg of zo. Hij is wel heel aardig en hij drinkt geen alcohol. Nou, dat scheelt weer een probleem. Hè? En hij bloot wel, maar ja, daar heb ik allemaal geen oordeel over. En dan zegt zij, zei ze aan plein publiek, ik was niet eens met haar in gesprek. En dan zei ze, ja, Hans heeft zich zwanger laten maken door die man. Het is een heel lief vent, hoor. Zegt, ik heb helemaal niks met hem. Een hele aardige man, ik ken hem wel. Heel relaxed. En als hij op straat voorbij loopt, dan herkent hij mij. En dan zwaait hij naar mij. En dan zwaai ik terug. Dan zeg ik, hé, jongen. En toen zei die barvrouw tegen mij, ja, het is wel zo. Hij is niet zo handig. Ik denk, nou, daar beginnen we dan. Ja, niet zo handig in huis, bedoelde ze. Ja, ik ben ook niet handig. Niet met alles. Sommige dingen kan ik wel. Een lamp ophangen of een plank monteren of whatever. Ja, laatst had ik weer een aantal huiselijke probleempjes en die kon ik niet oplossen. Dus ik bel mijn vriend Wim. Ik zeg, hey Wim, ik heb wat huiselijke probleempjes, maar ik heb ook eten en bier. Ja, en bij mij binnen mag gerookt worden. Maakt me niet uit wat je rookt. Als je maar geen benzine rookt, dan vlies zo in de fik. Al die andere meuk mag je van mij roken, hoor. Heroïne lijkt mij, ja, dat mag ook. Kan ik ook eens een keer ruiken hoe dat ruikt als je heroïne rookt. Ah, zei Wim, ik kom wel even langs. Ah, die heeft mij geholpen met wat huiselijke klusjes. Ja, ik ben handig in huis, namelijk. Ik weet precies wie ik moet bellen. En al die mensen, daar heb ik credits bij. Ik bouw credits op. Social network, dinges. Social economy. Ik bouw de credits op. Nou, heb je van die dombo's, die hebben geen geheugen. Dus die zijn vergeten dat je ze credits hebt. Dat je credits hebt bij hun. Hoe heb je credits bij mij? Nou, ik weet niet meer waarvan, hoor. Ik zei, ja, van die ene keer dat ik... dat weet ik niet meer. Ja, dus voor die mensen moet je niks doen. Maar mensen met een goed geheugen, bouw je credits bij je op. Zo werkt het. Ik ben handig in huis. En hij niet. En hij is een neger. En dan denk ik van, ja, meisje. Ze was helemaal verliefd op hem. Ik begreep het ergens ook wel, want hij was nooit besopen en hij schreeuwde niet. En lekker rustig, Rastafari. En zij komt uit een protestantse familie en die jongen is daar geaccepteerd. Dus,
Het leek er allemaal wel goed te gaan. Maar ja, ze staat nog steeds achter de bar. En waarom? Ze heeft een kind thuis. Ja, zegt zij, maar ik moet wel een beetje poen hebben. Ja, dan moet mevrouw uitwerken en dan zit meneer thuis met het kind. Dat is niet bepaald een overlevingsstrategie. Hè? Net als dat mijn dochter opende met A2, A4 en dat ik dacht, zucht. Dat is het nemen van heel veel risico's, schatje. Dus ik ramde gewoon keihard tegenin. En die partij hebben we niet afgemaakt, want toen waren we in Arnhem. Goed nadenken over wat je doet. En een interraciaal huwelijk, ja, baby, baby. Natuurlijk zijn er hele lieve tussen. Er zijn ook echt ongelofelijke hufters zitten er tussen. Dat kan ik je wel vertellen. Dat hadden wij, de blanken, niet in Istanbul moeten flikken. Wat die klootzakken uitvreten. Dat was gelijk 15 jaar gulag. In de buurt van Marmaris, maar dan niet bij het strand. Maar wel al dat zonlicht. Dan kan je zweten, jongen. Tuurlijk. En wij maar een beetje lief blijven doen en iedereen accepteren hier. Ja, maar wat haal je binnen? Ja, ook hufters. Echt ongelofelijke hufters. Die denken dat Nederland, dat is een soort Disney World. Maar dan hoef je, ja, eenmalig betaal je voor de reis naar Disney World. En dat kost dan €5.000. En daarna is alles gratis. Serieus, hoor. En onze vrouwen, die gaan daar een gezin mee stichten. Ja, hou op. Ja, maar die mannen zijn zielig. Nou, reden 1 om niks met zo'n man te beginnen. Het laatste wat je nodig hebt als vrouw is een zielige man. Die is een beetje zitten huilen. Zeg maar, nou, ik ben zo verdrietig. Als ik nou een lekkere seks heb, dan word ik wel weer blij. Ja. Je moet gewoon zeggen, jij brengt geen centen naar mij, dus mijn knieën, daar zit een beetje kramp in. No money, no sex. Ik ben je hoer, baby. Weet je nog, je zal betalen. Nou, die vrouwen hebben dan zo'n medelijden met zo'n buitenlandse man. Van, ja, dan heeft hij ook heeft de taalkursus niet gehaald. En ja, toen wilde hij wel een beetje ruige seks. Het werkt niet. Voor jou als vrouw. Hè? En je hebt donkerder mensen. En die zijn gewoon geboren in Nederland. Die heb je ook, hoor. Dat is dat oude Spaanse bloed. Ja, die jongens zijn gewoon, of die meisjes, dat zijn gewoon Nederlanders. Alleen, ze hoeven echt helemaal nooit niet naar de zonnebank. En als je met die lui op vakantie gaat naar Ibiza, dan verbranden ze ook helemaal niet. Uiteindelijk wel natuurlijk, maar ja, die kunnen langer in de zon dan wij, hoor. Dat zijn hele slimme mensen. Dus je mag iemand niet beoordelen op zijn huidskleur. Dat niet doen. En onder de Sahara, dat is, ze hebben een IQ-test. Nou, die ken je natuurlijk. Hè? Maar het is een IQ-test is niet cultuurgebonden, niet taalgebonden. Het gaat over patroonherkenning. Je kan ook zeggen, je ELO rating. Dat is een rating bij schaken. Magnus Carlsen, hij heeft 2800. Ja, maar die is ook verschrikkelijk goed. En ik heb een rating van tegen de 1400. Ik ben door de 1400 heen gebroken voor 2-3 weken terug. En toen ben ik weer eronder gedommeld. Een partijtje verloren. Erg dom. Zat ik weer op 1395.
Dat is je IQ. Kan je schaken? Dat is er één van. En, schaken is wel heel moeilijk. Maar... Dan heb je allemaal die regeltjes. En vooruitdenken. Ja, kan je dat, hè? Kan je vooruitdenken? Dat is erg belangrijk bij schaken. Bij schaken heb je twee tactieken. De ene is dat je zeker weet dat je je positie gaat verbeteren met een move. Ja. Dat is alleen maar positieverbetering. Van, sommige stukken staan onverdedigd op het bord. Dat kan je gewoon doen als het onverdedigd is. Als het niet aangevallen kan worden. Op dat moment, direct, dan kan je een stuk onverdedigd neerzetten. In die zin van, kijk, daar staat hij lekker. En dan ga ik daarna ga ik een verdediging opzetten. Dus dat hij zich niet langer niet in paniek raakt. Dat is positioneel spel. Daar zijn juweeltjes van bekend. En dan daarnaast heb je het tactische spel. En dat is vooruitdenken. Maar als ik dit doe, dan gaat hij vast dat doen. En daar heb ik geen zin in. Dus dat doe ik dus niet. Als ik nou dit doe, dan gaat hij vast dat of dat worden. Gaat dat hem dat of dat worden? Oh, dat vind ik ook al bij kut. Dus dat doen we dus niet. En net zolang dat je er eentje vindt, ja, ik doe deze. En dan gaat hij zonder meer gaat hij dat doen. En dan doe ik die. En dan moet zonder meer die komen. Dan doe ik die. En dan raakt hij in paniek. En dan kijken wat er dan komt. Ja? 5 zetten vooruit. Zo. Een totale paniek veroorzaken bij de tegenstander. Zo. Dat is je breinfunctie. En dat is alles wat er is. Ja, los van je breinfunctie kunnen we eten, kunnen we zeuren bij het gemeentehuis. Van ik wil een uitkering of whatever. Ga ik binnenkort ook doen hoor. Ik ben helemaal beu. Dat kan je allemaal doen. Maar ja, geloof mij dat op het moment dat ik bij het gemeentehuis sta. En via DigiBeet heb ik dan een afspraak gemaakt. DigiBeet.nl. En dan ga ik daar een uitkering aanvragen. Daar is wel een camera bij. Dat is doordacht. En dat is de westerse mens. Hè? Het is een heel mooi verhaal over IQ. Hè? Want de IQ, die IQ-test is al heel lang. Dat is in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor al. Gingen ze kijken naar het patroonherkenningsvermogen. Daar ging het om. Dan krijg je 3 symbolen te zien. En dan eentje is stippeltje, stippeltje. En daaronder staan andere symbolen. En dan moet je uitkiezen welke er hoort op de ontbrekende plek. That's it. Nou, dan moet je brein eventjes gaan. En hoe hoog scoor je dan? Toen hebben ze de West-Europese, Noord-Europese mens als norm genomen. Dus die scoren 100. Per definitie. Ja, en het probleem werd dat als ze dan de volgende generatie dezelfde test lieten afnemen, toen bleek onder de Europeanen dat wij richting de 120 gingen. Ja, dat kan dus niet, hè? Want de Europeanen zijn de standaard. Dus hebben ze gezegd, die IQ-test moet ingewikkelder worden. Die hebben ze zo ingewikkeld gemaakt dat de West-Europeanen, de Noord-Europeanen of Noordwest-Europeanen, die doelgroep, dat die weer op de 100 zat. Dat je binnen het Nederlands taalgebied niet alleen maar mensen hebt met 120. Dat staat niet leuk ten opzichte van de rest van de wereld. Dus dan moet het IQ-test moet moeilijker worden. Om hem terug te krijgen dat de westerse, noordwesterse, Europese bevolking weer op de 100 zat.
Ja, en wat scoort dan de rest? Ja. De Aziatische bevolking, die zit hoger dan wij. Zonder meer. Die mensen hebben daar ook een goede strategie. Meisjes wordt verteld van ga alleen maar wipper de wipper met slimme jongetjes die verschrikkelijk goed kunnen pingpongen. Dat helpt. Hè? En ook onder de Aziaten zitten hele goede schakers. Ook vrouwen. Dat doen ze goed. En die andere groep die ook goed scoort, dat zijn mensen binnen het Joodse. Ja, die een Jood zijn. Jood, wat is precies een Jood, weet ik ook niet. Ze zijn niet Semiet, want Arabieren zijn ook Semiet. Die scoren ook goed. Misschien nog wel iets hoger dan de Aziaten. Maar van Joodse families, van die strenge Joodse families, is het bekend dat die kinderen kijken geen tv. Dus die ouders, die staan erop dat die kinderen geen tv kijken. Je gaat maar een boek lezen. En dan krijg je daarna iets lekkers te eten. En dan is het naar bed. En morgenochtend ben jij het haantje. En dan is het kukeleku. Ja, dat helpt. Nog steeds zijn wij 100. Dus dat zal altijd zo blijven. En slimheid, in de Bijbel staat van al had ik de alle wijsheid der aarde, maar ik hield niet van mijn werk. Dat is mijn vertaling. Ik had geen liefde, dat staat er letterlijk. Ik ware niks. En zo is het. Zo is het zonder meer. Ik kan er niks aan doen. En de mensen van beneden de Sahara, die hebben een IQ van 60 momenteel. Ten opzichte van ons. Dus een jongetje van 10 in die regio is net zo slim als een jongetje van ons van 6. Ze liggen 4 jaar achter. Zoiets. Echt niet veel. Niet veel IQ. Angstaanjagend weinig. Mensen met Down syndrome, dat zijn ook niet echte raketspecialisten of breinchirurgen. Maar die hebben een IQ van, wat zal het zijn, 80 of zo. Ze schijnen niet zo heel snel te zijn in dat denken. Ja, en die mensen zitten op 60. En die komen hier naartoe. Ja, als je daar wat aan, mee aangaat als vrouw, een lekkere blonde chick van 120 of zo. Dat gaat niet goed aflopen, schat. Hij zal eeuwig vragen hebben aan jou. En jij krijgt geen geld van hem, anders dan zijn uitkering. Ja. Weet je wat ze met die uitkeringen gaan doen? Die gaan helemaal omlaag. En jij zal dan je Keniaanse man moeten helpen met solliciteren. Want als je dat niet doet, hij zegt van ja, ik niet, begrijp niet. En dan moet jij die sollicitatiebrieven voor hem gaan schrijven. Want anders krijg je geen geld meer. En dat soort dingen gebeuren allemaal. Ik ken ook een man. En die is heel handig. Hè? En die had al een negerin. Als vriendin. En die was dan erg into video en audio en kunstproducties. Maar ze had geen computer.
en er ook geen geld voor. Nou, zei ik tegen die man, ik heb een computer over. Een Macintosh. Een oud beestje, dat wel. Je kan er Linux op zetten. Het draait erop. Je kan een dual boot maken. Dan heb je en Mac en Linux. Dat kan allemaal. Nou, en onder Linux heb je, hoe heet dat programma ook alweer. Maar dan zet je zo'n programma erop. En dan kan je video's op donderen. Dan kan je van alles mee doen, hoe heet dat programma nou ook alweer. Het is open source, dus het kost ook helemaal niks. Zo'n mooie machine die in ieder geval lekker warm wordt. Dus je hebt echt niet een straalkacheltje nodig. Nee, je zet dat ding aan, dat is een ding van 300 watt of zo. Ja, dat wordt allemaal warmte. Hè? En dan gaat hij zo stomen, maar er zit een ventilator in. Dan komt lekker die warme lucht komt eruit. Ja, die man die zei tegen mij, van ja, ik heb de computer aan haar gegeven. Maar zij zei, deze is mij te langzaam. Nou, inmiddels is het uit. En nu heeft hij een blanke vriendin. Uit Duitsland. Het gaat best goed. Heb ik het idee. Hij is een rustige jongen. Maar met die negerin werd het helemaal niks. Ik wil me kunnen uiten. Dat is überhaupt een vrouwenprobleem. Dat vrouwen die weten zichzelf niet bezig te houden. Dan kan ook nog een Nederlandse gezegde van vrouwen. Je kan beter kippen houden. Maar interraciaal maakt het echt erg moeilijk. Het is al moeilijk genoeg tussen een Nederlandse man en een Nederlandse vrouw. Ik ken zo'n Marokkaanse man en die zit nu al, ik weet niet hoe lang, 40 jaar in Nederland. Nee, niet zo lang, 30 jaar. Hij is iets jonger dan ik, dus zeg maar dat hij 53 is. Hij is toch echt begin jaren 90. Dus, al een hele tijd in Nederland. Je kan hem niet verstaan, hoor. Ik ben anders knettergek. Maar die verkoopt slechte speed, is mij verteld. Want ik vroeg aan iemand van, kan je hier ergens speed kopen? En er werd tegen mij gezegd, ja, behalve bij die man, want die verkoopt rotzooi. Dus dat moet je niet doen. Okay. Ik heb nog nooit speed gekocht. Ik heb er wel een paar keer van genoten dat ik denk van ja, het is toch wel leuk om een onsje in huis te hebben. Voor het geval er gasten komen. En een beetje voor mij overdag. Maar die man verkoopt dus rotzooi en hij komt uit Marokko. Ja. En hij is niet zo slim. Echt niet. Die ziet alles als een grapje. Hij zat zich ook een keer te bescheuren over een krantenkop. En ik vroeg aan hem, waarom moet je zo lachen? Toen ging hij het uitleggen. Ja, ik begreep dat hij de zin niet begreep. Er stond een heel normaal bericht hoor. Een of ander zeurbericht. En dat was op zich om je te bescheuren. Dat was ik met hem eens. Maar zijn interpretatie van die zin, ja, die klopte niet. Ja, want ik ben al toch meer dan 20 jaar in Nederland. En dat Nederlands, dat blijft mij elke dag verbazen. En dan maar blonde vrouwtjes neuken, hè? Zeg zo'n mooie Marokkaan met een gouden ketting en een partij tanden. Nou, dat hoeft nooit naar de tandarts. En maar lachen hier in Nederland. Ja, vind je het gek?
Nou, is die 20 jaar geleden gekomen en sinds die tijd was het E-oké, elke maand geld erbij. Nou, en dan blonde vrouwtjes neuken. Ja, je hebt toch de hele dag niks te doen. Dat is een hele aardige jongen hoor. Ik heb helemaal geen ruzie met hem. Hij heeft een keer mijn wiet heeft hij gestolen. Hij moest wel lachen. Ja, ik jouw wiete, dief. Hij was mijn witte dief. Nee, hij is een Marokkaan. En hij heeft mijn wiet gejat. Dat weet ik zeker. Want ik had voor een tientje gehaald. En hij wilde een beetje wiet. Nou, dan heb ik dat zakje wiet op het midden van de tafel gelegd. Nou, en er was er bier erbij, harde muziek. Toen ging een meneer en die blonde bitch die dit eventjes zou gaan doen, die gingen samen weg. Ik denk, mooi zo, dat maakt mij niet uit. En toen ze de deur uit waren, toen dacht ik van, hé, waar is mijn wiet? Ja, die had hij meegenomen. Ik ben jouw witte dief. Ja, homo. Maar de coffeeshops die waren nog open. Dus dan ben ik maar nog een keer geld gaan betalen. En die mensen zijn niet zo slim. Ze hebben een laag IQ. En niet taalgevoelig. Die mensen kunnen geen Nederlands leren. Adam Curry bijvoorbeeld. Die heeft een hele hoog IQ. Hè? Adam Curry die was vroeger in Nederland op vrijdag op de radio met Curry en Van Inkel. En die deden dan geintjes maken achter de microfoon. En dan met jingles en beentjes. En hartstikke leuk. Je lachte jezelf kapot. Nou, Adam Curry is in Amerika geboren. Die is hier in Nederland komen wonen op zijn 12e. Die spreekt, die sprak. Want in de jaren 80 was die op de radio. Die sprak vlekkeloos Nederlands. Vlekkeloos! Dus dat kan wel. Ja. Maar niet voor die Marokkanen. Die trekken dat niet, man. Ik heb een vriend, een ontzettende schat. Hij is voor mij een held. En ik heb een verslag geschreven, een getuigenis van die nacht dat ik met hem in de taxi werd uitgenodigd. Dan gingen we naar Arnhem-Zuid. En daar werd uiteindelijk cocaïne gesnoven en ik heb netjes beleefd meegedaan. Een heel leuk stukje is dat. En dat is het tweede hoofdstuk van mijn boek en dat heet Noodlot. En hij tegen mij, wat betekent noodlot? Ja. Dus ik in de kroeg op zoek naar iemand met een smartphone. Nou, uiteindelijk kreeg iemand zijn smartphone aan met de Google Translate. En wat was dat nou? Destin is dat. Le destin. Oh, zei hij. Le destin. Ja, dat is een boek dat ga je willen lezen. Die gaat zo dadelijk voor €25 over de toonbank. Dat jullie mijn emotionele schade gaan betalen voor het opschrijven van die verhalen. Ik heb daarvoor geleden, jongen. Cocaïne moeten snuiven. Terwijl ik dat helemaal nooit doe. Alleen maar voor de gezelligheid. Ja. Ha, 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 ha. Betalen jullie. Ja, maar Perry, die cocaïne was gratis voor jou. Ja, natuurlijk. Ik heb nog nooit betaald voor drugs anders dan suiker, cafeïne, alcohol en THC, dus wiet of hasje. Een beetje hoe de wind waait. Dat wist hij niet.
Mijn vriend, dus, mijn hele lieve vriend. Dus. Maar dat wist hij niet. Dat is een groot probleem, hoor. Dat taalverschil. Snap je wat ik bedoel? Dat mensen de taal niet spreken. Hoe kan je dan elkaar begrijpen? Met gebarentaal? Chinese karakters? Heel moeilijk. En het is al zo moeilijk tussen een man en een vrouw. Dat is echt waar. Dat staat in de Bijbel. Genesis 2 staat dat. Het begin van Genesis in elk geval. En de Heere zei... voortaan zal er vijandigheid zijn... tussen een man en zijn vrouw. Ik voorspel u, voorwaar, dit gaat zo zijn. Nou, inderdaad. En jij als blanke vrouw met een IQ van 100 per definitie gemiddeld. En dan ga je om met een man uit een bevolkingsgroep en die heeft een IQ van 80 gemiddeld. Syrië bijvoorbeeld, dat is een IQ van 80 gemiddeld. Je hebt wel slimme Syriërs, maar die bevolkingsgroep is gemiddeld 80. Ja, als je dan zo'n Syrische man in huis neemt, ja, jij kan Engels, je kan zelfs een beetje Frans, en jij weet die formulieren wel in te vullen. En die kerel, die is zo gehoorzaam als wat, natuurlijk. Want jij zorgt voor hem. En dat is nou precies wat een vrouw niet moet doen met een onzelfstandige man. Als jij een zelfstandige man hebt en je gaat voor hem zorgen, you're the bingo winner. Maar als je dat gaat doen voor een onzelfstandige man in de hoop dat zijn IQ wel groeien zal gaan, dan ben je aan het wedden op de verkeerde banaan. Want IQ's verhogen zich niet. Je kan ook aan zo'n Syriër vragen, wat is jouw ELO rating? Ja. Dat is een mooi nummer van Sheryl Crow. En het heet, Are You Strong Enough to Be My Man? Dat moet jij je als vrouw afvragen. Mijn eerste serieuze vriendin uit Brabant, uit een katholieke familie. Drama, jongen, want die mensen wilden naar de katholieke mis bij Kerstmis. En ik heb tegen die mensen heel eerlijk gezegd, ja, van mijn geloof mag dat niet. Ik mag niet meedoen. Huh? Want anders... Ja, dan beledig ik mijn... Dan beledig ik mezelf. Ik mag dat helemaal niet doen. Later ben ik iets... Ik denk van oké, ik ga wel mee. Ik heb zelfs nog een hostie gegeten. 2 keer of zo. Ik denk, ja, kom maar op met dat ding. Maar dat was voor de gezelligheid. Maar in die tijd was ik heel strak. Ik dacht, nee, dat doe ik nog niet aan mee. Want dat mag helemaal niet van de Bijbel. Maar ja, er waren katholieken. Die bescheid aan de Bijbel. Dus die gingen wel. En dan met z'n allen. Hè. En dan vader voorop. Oh, we gaan naar de kerk voor de kerstmis. Stelletje Babyloniërs. Ja, en die vrouw ging mij enorm domineren en moeilijk doen over het feit dat ik alweer moest repeteren met mijn band. Want vanavond zouden we toch iets gezelligs gaan doen. Ja, dat gedrag van vrouwen ben ik later nog vaker tegengekomen. Ik dacht dat we wat leuks zouden gaan doen en het is jij moet repeteren met de band. Ja, bitch, hou mijn agenda bij. Dan vraag iedere avond aan mij, van hoe gaat het met dit en wanneer moet je wat doen? En
Ja, goed, toen heb ik ook gezegd van, ik ga ermee op. Ging ze ook de ruzie maken met al mijn vrienden. Ga er weg, man. Nou, een mevrouw die ging de ontwikkelingshulp in. En die heeft zich daar laten zwanger maken door een Bolinees of zo. Of een Bolivianees. Hij was wel een beetje dik, zei ze. Maar die had een hoop geel. Hup. Maar nu werkte die man voor Brussel. Dus bij deze, ga op zoek naar die man. Die vrouw waar ik het over heb, heeft zwanger gemaakt. Die heeft zijn zoon in de steek gelaten. Dus zij zit op een, ja, zo'n half uitkeringsbasis. Rijksinstituut, begeleid, wonen, omgeving. Met een kind. En die kerel die zit in Brussel. En die neukt daar de volgende blondines. Maar misschien ook wel brunettes hoor. Want hij is multicultureel. Ja, natuurlijk maar. Drama's. En die kerel die ziet ze helemaal nooit meer. Hè? Die stuurt ook geen kerstkaarten. Helemaal niks. Helemaal niks. Want hij werkt voor Brussel. Hij heeft het zo druk, omdat hij af en toe helemaal naar Straatsburg. Ja, die man lacht zich kapot. Ik heb een blonde bitch zwanger gemaakt en mijn zoon in de steek gelaten. Nee, maar ik maak een hele hoop money hoor, elke maand. Hier. En dan weet ik wel, er zijn ook blanke mannen en er zijn ongelofelijke hufters. Die zijn er natuurlijk ook. Maar ik ken ze niet. Nee, het is alleen maar van horen zeggen. Laatst op het terras, dat is een jongen. Dat is een typische blanke man. Hè? En die heeft van het rossige haar. En dat is sluik. Hij heeft sluikhaar. Hij lijkt wel op die Mordecai of zo. Nee, die kerel van... Of, nee, Voldemort. Want dat sluiken haar, maar dan rossig. En die kan schaken, jongen. Zo, dat meld ik. En die zei, ja, mijn vader is merkwaardig. Die heeft een heleboel opgelicht. Maar wel heel veel geld. En dat deelde die. Dat wel. Er was een avond geweest dat zijn vader zei van, kom op, we gaan naar New York. En het hele gezin van, wat? Ja, zei hij. Allemaal koffers pakken. Het wordt een paar dagen New York. Ik ga een taxi bellen. Dan zijn we precies op tijd. Iedereen de koffers pakken. Helemaal de taxichauffeur betalen. Dan op Schiphol. Geen probleem. Iedereen het paspoort. In het vliegtuig. Naar New York. En dan, nou, we zijn in New York. En daar naar het hotel. Dat ging allemaal prima. Allemaal koffers neerzetten, kleren in de kasten hangen. En dan gaan we naar buiten. En wie weet er waar Wall Street ligt? Ja. Ah, zei de jongen, dat deed hij dan wel. Nou, dat was een man met poen. Echt een, ik heb nog meer details gehoord. Hoe die man zijn geld verdiend heeft. Hij heeft het doorgegeven aan zijn kinderen. Kijk, dat heb je aan een slimme man. Hij had IQ. Die kon patronen herkennen, hoor. Van 1, 2, 3, 4, 5. Bingo! Ja, dat vermogen moet je hebben. En die mannen die dat niet hebben, dat zijn ook Nederlandse mannen met een IQ van 80 of zo. En niet zo bright, hè. Vaak armoedige families. Ruzie in huis, of weet ik veel wat. Of alleen maar saaiigheid in huis. Ja, bij mij thuis mag ik alles. Het maakt niet uit wat ik doe. Ik heb laatst nog was ik bezig. En toen is er een stop uitgeknald. En dat was mijn schuld. En mijn ouders die zeiden er helemaal niks van. Want die hadden niet in de gaten dat het licht uit was gegaan. Ze waren zo stoned als een banaan. Ja, daar wil je ook niet vallen van.
En interraciaal, ja, van mij mag het hoor. De eerste twee jongens die mijn vriend... Nee, mijn vriend. Mijn kind. Ja, mijn vriend is het hoor. Dat ze tieten heeft, maakt me geen donder uit. Daar reken ik haar niet op af. Maar ze moet wel een mannetje hebben. En ze kwam maar niet, hè. En ze kwam maar niet. En de hartsvriendin, die had al lang een mannetje gevonden. Maar die zat al, nou ja, van alles was er al bezig. En zij maar niet, hè. Zij maar niet. En toen kwam ze uiteindelijk thuis met een Turkse jongen. Daar heb ik ook nog zo'n soort WhatsApp, of hoe heet dat, met je iPad. Daar heb ik die jongen nog gezien. Toen hij thuis was. Dat was een heel leuk gesprek. En ik heb die jongen in het echt gezien. En ik weet ook waar hij woont. Dat heeft mijn dochter me laten zien. Het was geen rijke familie. Maar het was wel een familie. Hecht. En ik ken heel veel. Nou, of heel veel. Ik ken Turken. Daar heb ik helemaal niks op tegen. En zij is dan, hè, mijn dochter, die is heel lang. En ja, hij kwam, ja, niet hoog. Maar dat maakte mij niet uit. Ik heb tegen haar gezegd, van, als je die kiest, dan sta ik achter je. Die mag je van mij. Dat is geen probleem. Ik had die jongen getest. Hij was bij me binnen. En ik vraag een paar dingen. En ik heb gelijk in de gaten wat voor vlees ik in de kuip heb. Ik denk, jij bent oké. Een slimme jongen. En die kan wel wat. En als die iets niet kan, dan heeft hij wel een oom die kan bellen. En dan komt die wel langs. En die, kortom, mijn dochter is dan geborgen in een familie. Het heet uithuwelijking. Heel belangrijk. Want dat zal moeten komen. We moeten onze dochters geven aan die mensen die, ja, hier naartoe gekomen zijn. En die een goed familieverband hebben. Daar gaat het om. En of dat nou Turken zijn of mensen uit Doetinchem, dat maakt geen donder uit. Hey, dat werd hem niet. Toen dacht ik, nou, ik dacht zelf, ja, je vindt hem gewoon te klein. Hij was ook wel klein. Maar dan nog. Nee, dat was hem niet. Okay. Ik heb er verder niks van gezegd. Ik vroeg van, wanneer komt hij weer eens? Ja. Nou, hij zit een andere. Nou, een moeilijk verhaal. Ik denk, okay, afgelopen dus. Ze hebben ook niet gezoend. Geen handje gezeten. Of zo. En toen kwam er een Aziatische jongen. En zijn ouders, zijn familie, die beheert een Chinees-Indonesisch restaurant. En dat ken ik. Dat is als je van hier van Arnhem met de bus naar Wageningen gaat, dan rij je er langs. Ik heb heel vaak gedacht, want ik zou weer een keer willen gaan eten. Heel mooi gebouwtje. Toen was het wit geverfd. En die jongen, die werkte daar. Ja, die moest overdag naar school. En als hij terug was van school, dan zijn ouders helemaal blij. Oh, gelukkig, daar ben je. Nou, dit moet gedaan worden, zus moet gedaan worden. Dus overdag lekker naar school en 's avonds ja, zweten in de keuken. Hij moest keukenhulp zijn. Dan kwam mijn dochter op een dag thuis. Nou, hij hoeft gelukkig niet meer in de keuken te helpen. Want daar zweet hij zichzelf helemaal kapot. Hij mag nu bediening doen. Toen dacht ik, meisje. Dat is een schoonzoon. Een familie die een restaurant draaiend houdt en hun kind overdag naar school stuurt. En waar ze nou precies woonden, weet ik niet. Maar het restaurant, dat is in Heelsum of zo. Tussen Arnhem en Wageningen. Ik denk, mooi, hè? Het is een hardwerkende jongen. Ja, zei ze, en hij is verschrikkelijk goed in pingpongen. Ik denk, mooi, zo. Dit wordt hem dus. Ja, dat werd hem ook niet. Toen dacht ik wel een beetje in de zin van, kut.
Als je de goede familie hebt, ja, wat maken de ras uit? Ja, met iemand gaan trouwen omdat hij een ander ras is. Dat is de verkeerde kant. Hè. Dan kijk je naar de verkeerde parameter. En dan neem je een gokje. En die Turkse familie, ja, die mensen, die waren lekker bezig. Die oom was automonteur en weet ik veel van wat. Ik denk, mooi zo, als mijn auto dan een keer kapot gaat. Een beetje connecties maken. Dus ik ben niet tegen interraciaal trouwen. Ik ben tegen de promotie daarvan. En dat je er voorzichtig mee moet zijn. Zo. Een of andere vluchteling in zijn eentje jouw dochter wil gaan lopen neuken. Dat is slecht nieuws. Want hij heeft haar niks te bieden. Punt. Niks aan te doen. Je dochter zal eeuwig voor hem moeten zorgen. Voor dat vrouwtje moeten zorgen. Maar dat doe je als man voor je vrouw. Hè? En niet als vrouw voor je vrouwtje. Dus de stekker verkeert om in het stopcontact. Dus je moet een man hebben als vrouw die wat kan. En dat hij een tintje heeft. Ja, what the fuck. Dat maakt helemaal niet uit. Maar hoe slim is die? Snapt je man dat hij, als het een vluchteling is, dat hij gevlucht is naar iets wat wij vroeger Auschwitz noemden? Het kapo's, kampcommandanten, kamppolizei. Kamppolizei. Ja, en de SS. Sturmschützers of zo. En hoe ga je in die omgeving overleven? Ben je zuinig? Ben je economisch? Kan je repareren? Als je wasmachine kapot gaat, dan kan je je man wel laten bellen. Die man kan eerst beter even zelf kijken. Want heel vaak zijn wasmachines niet kapot, maar is het stoffilter verstopt. Dan moet je dat stoffilter schoonmaken en je man moet dan weten hoe dat slangetje eruit moet. En niet dat je je man dat allemaal moet uitleggen. Je man vraagt, waar is de handleiding? En dan geef je de handleiding aan die man en jij gaat, weet ik veel, wat anders doen. Je man moet handig zijn, die moet slim zijn, die moet kunnen lezen. En het hoogste criterium is dat hij de Bijbel begrijpend kan lezen. Als hij dat kan, en zijn gedrag is er ook naar, dan heb je een goeie, ja, de hoogste categorie. Ja, maar mijn kamman, die kan de Dhammapada kan niet lezen. Begrijpend. Nou, dat is ook mooi. Het is echt een begin, hoor. Als je man jou kan voorlezen uit de Dhammapada, met een mooie stem en dat goede timbre en de pauzes goed laten vallen. Dat is ook wat waard. Of als je man goed kan biljarten. Of goed kan darten. Of goed kan schaken. En dat ook echt doet. Belangrijk. Je kan zelfs een Mohammedaanse man nemen. Die is helemaal niet zo verschrikkelijk. Want je moet je vrouw elke dag slaan. Ja, ha, 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 ha. Ja, hoor.
Heel veel Mohammedaanse mannen die pikken alleen maar het positieve uit de Koran. En die willen Gods graag hier blijven. En als je daar kennis aan krijgt, ja, wat is er mis mee? Eerst ben je verliefd, daarna ben je verloofd. De verloving houdt in dat je de familie van beide kanten mee gaat delen. Dat het wel eens zo kan zijn dat je binnenkort de daad gaat doen. En dat je toestemming vraagt, als het ware. Ja, het gaat nu zo goed, dus er komt een moment. En is het allemaal oké? Dan proef je de atmosfeer. Heel langzaam moet je dat doen. Ja, en dan ga je seks hebben. En dan is het voorbij. Dus je hele jeugd is voorbij. Want je hebt seks. Dus je bent ouder. Je bent getrouwd. Je hebt iets doorbroken. Ja, maar ik wil wel de eerste zijn die het doorbroken heeft. Daar heb je een punt, maar... Daar moet je misschien niet zo moeilijk over doen. Dus het mag van mij allemaal. Maar pas op met de stap die je zet. Neem je tijd. En heb geen medelijden. Als jij ontdekt dat het niet gaat, gaat het niet. Als je geen seks hebt gehad, dan maakt het ook helemaal niks uit. Dan verbreek je de verloving. Je geeft de ring terug. Dit is niet wat ik zoek. Als je geen seks hebt gehad, of als je, nou, helemaal als je geen kinderen hebt, dat is het belangrijkste. Want als je kinderen hebt en je verbreekt hem dan, dat is een verbreking van een huwelijk. Dat mag onder voorwaarden. Als je man vreemd gaat, mag jij het huwelijk verbreken. Als je vrouw vreemd gaat, mag jij het huwelijk verbreken. En dan is dat niet meer geldig. Dat had ik moeten opnemen als clausule bij mijn huwelijkscontract. Bij vreemd gaan vervalt het contract. Ja, maar Piri, als jij dan vreemd gaat, dan vervalt het contract voor haar ook, dus, en dan krijgt ze helemaal niks. Ik bedoel als de vrouw vreemd gaat. Want ik ga niet vreemd. Waarom? Het idee alleen al, kom op man. Homo. Hey, als zij vreemd gaat, dan krijgt ze, weet ik veel, 80% van de bezittingen. Als ik vreemd ga, sorry. Als ik vreemd ga, krijgt zij 80%. En als zij vreemd gaat, dan krijgt ze een nominale, facilitaire vergoeding. Dat ze wat euro's heeft om een flatje in te richten. Met dingen als een koelkast, een wasmachine, een tapijt, een Turkenbank, een gasfornuis. Alles via Marktplaats. Dat werkt nog prima hoor, zo'n tweedehands koelkast. En daar genoeg voor. Ja, maar wat kreeg ze dan per maand? Nou, helemaal niks natuurlijk. Een verhuisvergoeding, dat krijgen ze. Naar de stand van de tijd. Zo zou je het moeten zien. In je huwelijk. Als die man vreemd gaat, ja, dan krijg jij dus 80% van al wat hij heeft. Maar ja, als jij een arme sloeber hebt die vreemd gaat en die heeft alleen maar geleefd van jouw uitkering, ja, welk kapitaal heeft hij dan? Een gouden tand? Huh? Is dat alles?
Hij paste mij op, mijn kinderen. En ik heb me ook gesneden. Dus. En dat was niet eens interraciaal. Ja. Zij heeft me verneukt. Je moet helemaal niet trouwen met een vrouw. Je moet ermee neuken en je moet kinderen krijgen met haar. En je bent getrouwd en je blijft bij elkaar tot aan de dood. Punt. Ja, maar mijn vrouw heeft een mank been. Ja, dan had je maar beter moeten kiezen van tevoren. Homo. Hey, lieve mensen, dankjewel voor het luisteren. En mijn bier is op, dus ik ga weer eventjes wat bier halen. Ik zou zeggen op zijn hamburgers. Want ik heb nog even tijd. Hè? De hamburg is aandert en een voorneus. Ja, maar Perry, wat tels me nu? Ja, hamburg is aandert in een voorneus. Door de paus. Oh. Ja, en daarom zeg ik altijd aus hamburgers. Tjus. En dag lieverds.